ontwerp-POI. Deze wel en deze niet. Lassen, cursus, kozen, poelen, discussieforum. Knollen, spitsen, bloemenveld, alle soorten opgeteld. Kunstmis, smijten, kous, buiten tegen meeldauw. Stijgen, klem, kort, links, zuilen, hangen erin. Weinig seks, mooie meid, ik heb wel zin, maar geen tijd. Dit is waar wij voor leven. Het ontwerpen, wat komt daar allemaal bij kijken? Bij het ontwerpen, daar komt kijken dat je met de mensen waar je mee ontwerpt, dat je het moet verzinnen. Dat je het idee moet zien zover te krijgen dat de buurtschap het wil gaan bouwen. En dan vervolgens moet je natuurlijk een maquette maken. Je maakt meestal eerst een tekening, of sommige mensen doen het op de computer. Dat ga je met de buurtschap bespreken. Dan, als dat allemaal gedaan is, dan ga je dat doorspreken met de buurtschap. Als het gekozen is, dan ga je het ook echt proberen weg te zetten. Dat wil zeggen dat de buurtschap ermee aan de slag gaat. En dan moet je dus een vertaalslag maken van de maquette naar de wagen. En dan moet je natuurlijk mensen begeleiden, je moet mensen een beetje aansturen als dat op de vorm aankomt. En elke buurtschap is er anders in. Dus de ene buurtschap die vindt het prettig als de ontwerper zelf heel veel meebouwt. En de andere buurtschap die doet dat juist niet. Dus dat is een beetje het... En dan uiteindelijk natuurlijk de kleuren erop. En ja, je bent uiteindelijk verantwoordelijk over de bouw van de... Verantwoordelijk voor het creatieve stukje van de bouw van de wagen. Dus je brengt, komt een idee. Je bedenkt de manier waarop het moet gaan heten. Waarop het moet gaan gepresenteerd gaan worden. Je moet, ja, al dat soort dingen doe je bij elkaar. Dus jij ontwerpt samen met twee andere ontwerpers. Ja. Hoe is dat? Want ik kan me voorstellen dat iedereen toch een beetje zijn eigen idee heeft aan het begin. Dat is erg prettig, omdat het heel veel werk is. En omdat je het in je eentje... dan moet je wel heel veel tijd hebben, wil je het allemaal gedraaid krijgen. Dus het is eigenlijk te veel, vind ik, om in je eentje te doen. Met z'n tweeën kan, we doen nu met z'n drieën, is erg prettig. Dus vandaar. Ja, we staan hier naast een ontwerp. Kun je vertellen wat we hier zien? Je ziet hier Atlas 2.0, dat is de wagen waarmee Tegelaar dit jaar in het Corso komt. En we hebben een soort nieuwe versie gemaakt van die al oude Atlas die je kent met zijn wereldbol in zijn nek. We hebben er een beetje modernere superheld van gemaakt, dus we hebben hem de wereld aangetrokken. Dus zijn pak is eigenlijk de wereld. En op zijn rug wordt dat driedimensionaal, dan zie je op zijn hoofd de stad staan en dan zie je zo langzaam een landschap over zijn lijf uitlopen. Maar als je aan de voorkant kijkt, dan zie je dus eigenlijk gewoon een man aankomen vliegen. Ja, bedoel. Als je hem dan uit deze kant pakt, dan zie je ook vooral een grote meneer aankomen. En als je hem van die kant pakt, dan zie je vooral landschap. Dus dat is het idee. De zomer was begonnen, we waren 17. Ik moest er een beetje spreken, ik zei dat doe ik niet. Je komt de wagen nog wat tegen, dat is wat ons vallen zee. Maar ik zat al op een brommen en nam een zwembroek mee. Zal aan mijn schouder tegen, mee een verbrande snuif. Even gauw mijn pilsje, we doen het licht wel uit. Komt fijn op mijn kussen, zonder gezep op dicht. Heb ik nou een kater, overlast gezicht. En is het dan ook zo bij het maken, bij de maquette, dat je dan eigenlijk de moeilijkheden tegenkomt, zeg maar, voor het bouwen? Deels. Ja, je merkt bijvoorbeeld anatomie is heel belangrijk, dus dat net let heel nauw. Dus daar zijn we nu op de grote wagen mee bezig en dan moeten we dus de vormen vaak nog aanpassen en veranderen. En dat proces zitten we nu in. Ja, en het is heel veel detailwerk en dat detailwerk gaan we grotendeels met andere producten doen, dus dat wil zeggen dat we op nieuw terrein zitten waar we echt nieuwe dingen moeten uitzoeken en zo. Zijn Dalia, allergie, Corso, Kars en Corsief, boom, snoei, nacht, de